Opnieuw brand vanochtend in de oude provincietoren langs het Albertpark, de derde al in evenveel weken tijd. De brand brak uit in een mazoettank op de bovenste verdieping van het torengebouw. De rookontwikkeling was bijzonder hevig, maar de massaal uitgerukte brandweer kreeg de brand snel onder controle. Ze liet de mazoettank gecontroleerd uitbranden. De aannemer moet nu van de provincie extra maatregelen nemen om dergelijke incidenten te voorkomen. Na het eerste incident hebben we al samen met de veiligheidscoördinator gekeken welke extra maatregelen er moeten getroffen worden. Er is bijvoorbeeld bijkomende verlichting geplaatst en zijn de blusmiddelen ook aangepast. En ook nu gaan we samen met veiligheidscoördinator en de aannemer kijken wat er nog als bijkomende maatregelen moeten getroffen worden om dit soort incidenten naar de toekomst toe te vermijden. Na de brand vanochtend is alvast besloten om de afbraakwerken voorlopig te stoppen en de werf te sluiten. In samenspraak met de veiligheidsdiensten van de stad hebben we besloten om de werken inderdaad stil te leggen. En maandag komen we met z'n allen samen om te kijken welke maatregelen dat we nu bijkomend nog gaan nemen. Dat alles brengt de timing van de afbraakwerken voorlopig niet in gevaar. Bij de brand kwamen geen schadelijke stoffen vrij en was er geen gevaar voor de volksgezondheid.